En twee, ik zou ook niet weten waar ik het geld vandaan zou moeten halen. Voorzitter, zo wordt wel iedere week weer iets nieuws duidelijk. We begonnen eigenlijk deze periode met de PVV aan het roer op zorg, met dat het eigen risico niet werd afgeschaft. Vervolgens werd duidelijk dat de mondzorg niet in het basispakket kwam. Bezuinigingen op ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de GGZ. En afgelopen maand hogere zorgpremie. Sluiten van de SCA, de IC-bedden. Acute geboortezorg in Heerlen. Bezuinigingen op preventie, afgelopen week zo pop dat even op, hoe dat precies uitpakt. Stoppen met stages, ik zei het net, waar huisartsen ontzettend enthousiast over zijn. Onverzekerden die niet meer geholpen gaan worden. Wat een ongelooflijk waardeloos antwoord was dat. Mijn hemel, de heer Krul heeft echt volledig gelijk daarin. Hoe kun je het maken ook? Kun je het opschrijven? Bezuinigingen op de pandemische paraatheid, ook gewoon, huppatee, komt zomaar even in een week zo voor je voeten geschoven. Geen hogere lonen voor zorgverleners, blijkt nu ook weer. Gaan we niet doen, want ik kan het geld niet vinden. Voorzitter, wat komt er nog meer komende weken? Wat komt er nog meer uit de grote hoge hoed van mevrouw Agema? Al die beloftes aan mensen die gedaan zijn, die niet nagekomen worden. Wat komt er nog meer de komende tijd? Bent u iets vergeten of komt er volgende week weer een brief? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Dijk zojuist zeggen dat de zorgpremie stijgt. Maar ik hoorde hem ervoor zeggen dat hij wilde dat de salarissen nog hoger werden. Maar de stijging van de zorgpremie is voor twee derde verklaarbaar uit hogere lonen. En als het gaat om het hele lijstje dat de heer Dijk opnoemt. Als het gaat om verkiezingstijd. Vorig jaar, 2023, was er een andere financieel-economische tijd dan 2024. Die veranderde fors. En het huidige kabinet is voor een forse bezuinigingstaakstelling komen te staan om ook het huishoudboekje weer op orde te brengen. En daar schrijf ik ook over in mijn boek in 2015, dat wij, als het gaat om de betaalbaarheid van de zorgkosten, dat wij een groeiend BBP heel hard nodig hebben. We hebben het nodig om de zorg betaalbaar te houden. Dus het een en het ander hangt hier ook mee in balans. En als het gaat om het lijstje wat de heer Dijk allemaal opnoemt. Ik zou het allemaal wel willen, maar ik heb daar geen geld voor. En ik ben wel heel benieuwd waar de heer Dijk zijn dekking vindt. Mooi, dan kunnen we dat even gaan vertellen. Want dat is namelijk de crux. Maar wel in 45 seconden. Voorzitter, er wordt hier ongelooflijke onzin verkocht over dat er geen geld zou zijn in dit land. We hebben een ontzettend veel lagere staatsschuld dan de afgelopen jaren. Zou je echt zo kunnen doen? Ik weet niet wat voor onzin er verkocht wordt de laatste tijd, ook door het kabinet, dat allemaal heel erg zou zijn met de straat. Is helemaal niet zo. Die is veel lager dan de jaren daarvoor. Dus er is echt, de zakken zijn zo diep, ze zijn twee keer zo diep als tijdens corona overigens. Dus dat zou makkelijk kunnen. En laat ik u één voorbeeld noemen van een keuze die u niet heeft gemaakt terwijl u aan de onderhandelingstafel zat. En die wij bijvoorbeeld wel hadden gemaakt. Dat is 1,5 miljard euro aan belastingkortingen geven via een expertregeling. Wij hadden 1,5 miljard euro gegeven voor een handen aan het bedregeling. Dat mensen die in de zorg werken meer salaris zouden krijgen. Ja. Ja. Wij hadden, om even iets aan te geven, daar gaan we ook zo meteen een voorstel voor indienen. Ik ben benieuwd hoe die geapprecieerd wordt. De zorgpremie inkomensafhankelijk gemaakt. Zodat niet zoals nu weer duidelijk wordt, de middeninkomens en de lagere inkomens het meeste eraan bijdragen. Ja. En de rijkste het minste. Dus u zegt, waar haalt u, meneer Dijk, het geld vandaan? Daar waar het zit, mevrouw Agema. U heeft dat niet gedaan. U houdt nu een zielig verhaal. Ik kan u een hele lijst gaan opsommen van beloftes die u niet nakomt. Nogmaals, u bedient de rijken. U laat mensen die in de zorg werken, mensen die zorg nodig hebben. Potverdorie onverzekerden die op straat leven, laat u aan hun lot over. Het is om je kapot te schamen als je hier de afgelopen 17 jaar in de oppositie hebt gestaan en moord en brand hebt geroepen. U laat die mensen in de steek. U verraadt ze. Nou, voorzitter, dit vind ik onfatsoenlijk. Als het gaat om wat de heer Dijk is juist allemaal zegt en aan elkaar reigt. Ieder van ons hier die in zijn uppie een regeerprogramma had mogen schrijven, had in zijn uppie een heel andere plaat gemaakt dan die nu voor ligt en waar vier dragende partijen tot overeenstemming op zijn gekomen. Maar als de heer Dijk zegt
dat hij de mondzorg in het pakket wil voor 2,7 miljard euro. Het eigen risico helemaal naar nul wil voor 2,7 miljard euro. Marktconform middenloon wil voor 2,4 miljard euro. De bezuinigingen voor Rutte 4 nog eens een keertje weg wil hebben voor 4 miljard euro. Schoof 1 terug wil draaien voor 2 miljard euro. Nog een nationaal zorgfonds wil hebben waarbij miljarden aan uitkoop nodig zijn. Of de private equity wil stoppen waar ook een paar honderd miljoen euro voor nodig is. Dan heb ik het zo over 14 miljard euro structureel. En dan wil de heer Dijk dat incidenteel gaan dekken vanuit de staatsschuld die al oploopt. Nou, ik wens hem veel succes, voorzitter. De heer Dijk. Als je het eigen risico afschaft via de zorgpremie, dan kost het helemaal geen geld. U geeft heel lomp geld uit. Heel lomp geld uit door het eigen risico slechts te halveren, de zorgtoeslag te gaan verhogen, rondpompen van geld. Dat zijn inefficiënte, domme marktmaatregelen ook nog. Het is ook een gebrek aan, ja, sorry, aan een soort van creativiteit om te denken dat je niet op een andere manier de zorg zou kunnen inrichten. U gaat keihard mee in het neoliberale frame. Helemaal niet. Zeker wel. U luistert gewoon zelfs naar het CPB wat zegt. Ja joh, als je het eigen risico afschaft, dan gaan mensen meer zorg consumeren. Het is een ontzettend neoliberale gedachte, is dat. Het is een neoliberale gedachte alsof mensen dan steeds meer zorg zouden consumeren. Terwijl mevrouw Agema donders goed weet dat het uiteindelijk huisartsen zijn die de poortwachten zijn en gaan bepalen of mensen wel of niet zorg nodig hebben. Ik wil me even aangeven dat private equity in de zorg heel veel geld kost. Omdat het namelijk winst in de zakken van mensen verdwijnt. Marktwerking in de zorg, al die commerciële verzekeraars die met elkaar aan het concurreren zijn, kost ongelooflijk veel geld. Omdat geld niet uitgegeven wordt aan preventie. Omdat als namelijk nu een verzekeraar geld uitgeeft aan preventie, moet de premie omhoog en dan concurreert hij zichzelf uit de markt. Mevrouw Agema, dat u zo'n neoliberaal frame van de VVD gewoon één op één heeft gekopieerd en in deze vakantie heeft gezegd, in de zomer heeft gezegd, ik heb afgelopen 8 weken zoveel bijgeleerd. Nee. Ja, dat is inderdaad zichtbaar. U bent gewoon een VVD'er geworden. Niets meer, niets minder. Ja, en nog een radicaal kantje door onverzekerden op straat aan hun lot over te laten. Ja. U zou zich daar echt moeten schamen, vooral dat laatste. De minister. Het is zo pijnlijk dat die mensen getroffen worden. De minister. Voorzitter, het kan toch echt niet dat de heer Dijk hier mij zo de maat neemt. Terwijl ik hem net duidelijk maak dat alles wat hij de afgelopen periode heeft geroepen, eigen risico moest in het pakket 2,7 miljard euro, de mondzorg 2,7 miljard euro, Rutte 4 moest worden teruggedraaid, 4 miljard euro, de 2 miljard van dit kabinet moet teruggedraaid. 14 miljard euro structureel, die de SP niet wil. En dan zegt hij, nou, dat dek ik vanuit de staatsschuld. Incidenteel, in die staatsschuld liep al op. Het land gaat failliet daarmee. Wat ik wil, is een zorg die solide is. Waarin de mensen die het nodig hebben, hun zorg krijgen. En dat wij een gelijkwaardigere toegang tot die zorg gaan maken. Dus inderdaad, niet alleen met de mensen die het eigen risico kunnen betalen, maar met meer mensen. En daarom gaan we ook het eigen risico verlagen. En dan vind ik het fantastisch dat we in een tijd waarin het economisch tegenzit, waarin het kabinet 18 miljard euro moet besparen om de boel weer op orde te krijgen. Want er zijn inderdaad mensen hier in het huis die de boel wel op orde gaan krijgen, zodat we ook de zorg betaalbaar houden. Want als het BBP groeit, dan blijft de zorg betaalbaar. En dan zijn de mensen die dat doen. En daar ben ik blij mee, want uiteindelijk blijft daardoor onze zorg in de benen. Voorzitter, het is één op één het verhaal van mevrouw Helden en minister Kuipers in het verleden als antwoord gaf op al die voorstellen die de PVV toen deed, die ik nu ook deed, die wij toen ook deden. U deed die voorstellen, precies de voorstellen die ik net allemaal opzom. Maar gaat u het alstublieft niet aan mij meer uitleggen? Nee. Gaat u het alstublieft uitleggen als u uit wordt genodigd bij CZ, bij de mensen van het ziekenhuis in Heerlen. Kom daar, ga praten met die mensen. Die heeft u verraden. Ze kunnen u uitleggen hoe ze zich voelen. Komt u alstublieft langs bij de demonstratie op de Koekamp die we organiseren. Met zorgverleners, mensen die zorg nodig hebben. Die voelen zich verraden. Die snappen u niet meer. Kom daar maar een keer langs. Voorzitter, ik word hier nu voor de tweede keer voor verrader uitgemaakt. Ik weet niet hoor, maar de heer Dijk begint zich hier nu wel een beetje te overschreeuwen. Ik leg duidelijkheid dat hij de afgelopen weken voor zo'n 14, 15 miljard euro aan structurele zorguitgaven extra wil. Dat hij daar geen dekking voor heeft. En dat hij dan komt met de staatsschuld, wat een incidentele post is, waarvan de prognose al is dat die oploopt. En dat we dan te maken krijgen met een economie die helemaal in elkaar klapt. Meneer Dijk, ik sta hier voor de zorg. En in de vorige periode was er fors meer geld beschikbaar. En toen heb ik hier en daar inderdaad gezegd dat ik het anders zou invullen. Maar dit kabinet staat aan de lat om de financiën weer op orde te brengen en tegelijkertijd de zorg in de benen te halen. En daar sta ik elke dag voor op. En